Dus eigenlijk laag hangend fruit, ik, voor heel veel organisaties, die eigenlijk niet eens weten dat ze in hun, hun Microsoft-licentie allerlei tooling al hebben zitten, die, die ze kunnen gebruiken ook om zicht te krijgen op mogelijke indicators of compromise. Ja. Um, je ziet ook steeds meer dat, daar waar we eerst begonnen met uh, louter het, 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 het monitoren van uh, netwerken, netwerken uh, later ook Zoxim kregen natuurlijk en IDR-XDR. Ook nu leveranciers van firewalls en van endpoint oplossingen ook zelf een stukje security eromheen leveren, al of niet zelf een sok erachter. Ja. Dus je ziet nu al dat er heel veel uh, alternatieven zijn dan alleen maar sok zien.